Hoi, ik ben Johanna Nijteuver en dit is mijn vlog. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video gaan Shimmer en ik samen weer op wedstrijd in het M2, onze tweede M2 wedstrijd. En ik ga jullie vandaag dus weer gezellig meenemen. Het is dus donderdagmiddag en ik moet dus vanavond rijden. Ik moet om 5:30 starten en hij zit hier nu lekker te slapen. Hey Champ, gaat goed. En ik zal ook even de spullen laten zien die ik alvast heb klaargelegd. En het gaat dus regenen waarschijnlijk op wedstrijd. 80% kans om 6 uur. Dus waarschijnlijk worden we nat. Dus daarom heb ik bijvoorbeeld hierin zitten mijn trainingslaarzen. Die doe ik aan. En mijn trainingscap. Heb ik een zweetdeken voor eventueel voor terug. Het is niet nodig, maar als hij nat is natuurlijk niet lekker. Een vest. Nou, mijn zadel. Mijn single en mijn pet. En mijn hoofdstel. Dus al mijn spullen liggen klaar. We gaan zo meteen ook dus nog even zijn benen scheren. Want die groeien bij Shimmer best wel weer snel aan. Hij heeft zijn sokjes. En ja, het moet gewoon weer even netjes worden. En hier. Vlechtspullen met de kam. Maandenborstel, hoefkrabber, borstel, hoefolie. Haarlak voor op de knotjes. Dat niet al die haren bij hem... helemaal gaan pluizen, want hij heeft best wel pluizige haren. En glansspray, anti-klitspray. Dus. Ja, scheerapparaat. Transportbeschermers heb ik op vast klaargelegd. En ik heb er zin in. Ik had gisteren al zijn staart gewassen, dus die is al helemaal schoon over zometeen. Waarschijnlijk is alleen nog maar zijn benen te wassen. Even kijken hoe vies ze zijn. Ze zijn niet heel vies, maar ze moeten wel mooi wit zijn. Lipje, heb je een beetje last van de vliegjes? Ja, gaan we lekker op wedstrijd. Kijk, dit is de staart. In 3 vlechten heb ik gisteren gedaan. Dus ik ga hem nu uit de stal halen en dan ga ik zijn staart weer even in 1 vlecht doen. En dan komt mijn moeder zo meteen en dan gaan ze benen scheren. Kijk, hier is zijn kroonrand, zit alweer heel veel haar. En hier, misschien zie je het niet zo goed, maar kijk, zo hier. Er zit ook heel veel in die grijze haren en hier, kijk. Oh jee, hier ook weer heel veel. Dus het moet allemaal gewoon weer even netjes worden. En wat ik dus met zijn mannen bedoel, kijk. Ze zijn echt heel pluizig. Je een beetje pluizige haartjes, hè. Ook een voorpluk. Gaat zo, kijk, kan je zo volgens mij gewoon zo hoog mee zetten. Het blijft gewoon zo staan. Ja, hier een beetje lekker wilde manen. Ja, nou, ik ga hem nu uit de stal halen. En dan ga ik alvast even zijn staart doen. Mag alvast even goed poetsen. En dan zo meteen hoef ik alleen nog maar zijn benen te scheren en zijn benen te wassen. En dan te knotten natuurlijk. En zijn er helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. Ja. Oh ja, en ik leg de spullen nog niet in de trailer. Want ja, er komt water tussen. Dus anders worden al mijn spullen nat. Dus die leg ik straks om in de auto. Ja, nou, ik ga nu zijn halstrom doen. En dan op de poetsvlek zetten. Zo, ik ga eerst even alle vlechtjes eruit halen. En daarna ga ik het uitpluizen en weer doorkammen. En natuurlijk glansspray in spuiten, zodat hij weer mooi glimt. En dan maak ik er dus 1 vlecht in. Zo, ik heb hem helemaal uitgeplozen. En goed doorgekamd. En goed ingespreid. En hij heeft allemaal krullen. En hij heeft zo'n dikke staart. Ik ben echt heel blij met zijn mooie staart. Nou ja, ik heb hem niet, maar Shimmer. Maar hij is echt heel groot. Kijk, als ik mijn hand... Zo moet ik helemaal zo dik is hij. Hij is echt gewoon mega dik. En het is een mooie staart. Dus hij heeft een mooie volle staart. Nu ga ik er weer een vlecht in maken. En natuurlijk eentje. En dan is de staart al helemaal klaar. Zo. Alle spullen liggen achter in de auto. Mijn jasje, mijn hoofdstel, mijn zadel, mijn singel, mijn pet. Mijn dekje. Dit is het oude dekje. Die heb ik toen van Plastalie gekregen. Die is echt super mooi met die steentjes. En misschien zie je al wel dat hij een beetje verkleurd is. Want deze gebruik ik dus al een jaar met regen. Gewoon vies en nat. Ranzig weer. Hij komt regelmatig in de wasmachine. Dus dan wordt hij op een gegeven moment gewoon niet meer mooi. En hij is super lang mooi gebleven. Omdat er ook allemaal regen zeg maar opkomt. Dan verkleurt hij gewoon een beetje. En ik heb hier zo lang van genoten. En ik heb natuurlijk ook een nieuw dekje van PV Photographs gekregen. Met een
wit dekje met een grijs randje. En aan de ene kant ben je photographs. En aan de andere kant plastic. Nou, die wou ik dus heel graag opdoen. Maar omdat het dus vandaag ook gaat regenen, dacht ik... Nee, ik doe gewoon mijn oude dekje op. Die is toch al vies. En hij is toch al een beetje blauwig. En hij is gewoon nog... Hij is nog wel super mooi natuurlijk. Maar hij is gewoon niet helemaal meer zoals hij was. En om dat andere dekje dan te gebruiken, die dan helemaal vies nat. En al dat zweet en al dat zaal, van je zaal wordt het helemaal zwart. En dan is hij gewoon niet, ook niet meer zo mooi. En ja, dan heb ik liever dat ik gewoon een wat ouder dekje gebruik. En dat ik die gewoon met mooi weer zeg maar opdoe. En nu regent het, dus doe ik deze gewoon lekker op. En deze is natuurlijk ook gewoon super tof. En hier zweetteken voor misschien na te rijden. Mijn laarzen. Mijn cap en mijn handschoenen. En hier zit nog mijn witte rijbroek in. En sokken. En ook nog een riem. En mijn wettershirt. Springschoenen. Witte peesjes. Zo. Hiero. Zo. En daarom doe ik dus ook een oude plastron om. Want die andere die vind ik gewoon te mooi om eigenlijk gewoon op te doen met dit vieze weer. Dus dan gebruik ik gewoon deze oude. En deze is natuurlijk ook super gaaf. Hier is een mooie randje. En dat steentje. En die komt natuurlijk eigenlijk ook alweer bij Chameur terug. In zijn voorpluk. Nou, mijn handschoenen. Dit is er één. Hier is de tweede. Even kijken. Mijn paspoort. Plus. Proevenboekje. Haar. Spulletjes. Hier is één, twee, drie elastiekjes. En hier nog wat reserve en speldjes en zo. Haarborstel. En babydoekjes. En hier zitten mijn sporen in. Die heb ik even in zo'n zak gedaan. Dat ik anders bijvoorbeeld mijn peesjes vies maak. En nog pakjes drinken. Dus ik heb alles bij me. En mijn moeder en Sarah, die gaan natuurlijk gezellig mee. En die gaat ook mijn proef filmen. Die zijn chameur aan het scheren. Ik ga zijn benen natuurlijk alleen. En ik ga dan dus nu even poppen naar binnen halen. Omdat het zometeen wel gaat regenen. Heeft gewoon lekker een aantal uur weer lekker buiten gespeeld. Dus daar haal ik die lekker naar binnen. Zodat hij binnen lekker hooi kan eten. En dan hoeft het niet helemaal zeiknat te regenen. Maar het is nu wel lekker weer. Want het is gewoon lekker wat koeler. Ik heb wel een vestje aan. Maar die doe ik nu wel even uit. Het is nu alweer wat warmer. Dus ik doe alles weer even terug in de tas. Poppen halen. En dan nog even helpen vasthouden bijvoorbeeld. Of nog even alvast wat spullen opgeruimd. Opruimen die ik dus al gebruikt heb. En nou, gewoon even helpen. Ik heb ook wat hooi net gevuld. Dus dit hoeft ook niet meer gedaan te worden. Trailer is schoon. Dus eigenlijk moet het alleen maar Chameur. Zo, Chameur is er helemaal klaar voor. Zijn knotjes zitten erin. Zo. En ook nog eens voorpluk. Hij heeft babyolie op zijn neus. En toen ging hij net flamen. Gekke Chameur. En we hebben zijn benen geschoren, maar dat zie je niet. Tot aan zijn knieën. En hij heeft natuurlijk ook zijn transportbeschermers om. En ik had hem natuurlijk al helemaal gepoetst. En we hadden hem niet gewassen. Omdat ja, het gaat regenen. Dus hij wordt toch helemaal vies. En zijn benen waren eigenlijk gewoon nog super mooi wit. Dus we gaan hem nu inladen. En dan gaan we naar de wedstrijd toe. Zo, we zijn dus al op de wedstrijd. En inmiddels is Chameur ook al bijna opgezadeld. Hij heeft zijn zadel op. En ik ben er ook al helemaal klaar voor. Maar zoals jullie wel wisten, is het eigenlijk een buitenwedstrijd. Maar omdat het zulk slecht weer is, hebben ze het naar binnen verplaatst. Dus nu mogen we lekker binnenrijden. We gaan nu wel één proef rijden, omdat er dus maar voor één baan plek is. Dus dat is wel jammer. Maar evengoed kunnen we wel starten en blijven we gewoon lekker droog. Dus we gaan nu het hostel in doen. Losrijden. En daarna mogen we onze proef in. Johan is nu aan het losrijden. Thank you.
eigenlijk maar één proef uiteindelijk gereden. Omdat we natuurlijk eerst buiten zouden rijden. Want omdat het dus heel erg hard aan het waaien was en aan het regenen was, hebben ze dus eerst de KNS gebeld of ze het dus naar binnen mochten verzetten. En dat mocht dus, maar ze hadden niet genoeg plek om twee banen neer te zetten. Want we hadden twee verschillende juries. Dus daarom hebben ze het dus na één proef gedaan. Uiteindelijk heb ik dus proef 21 gereden. Want je mocht zelf kiezen welke proef je deed. En ik was op zich wel tevreden. Het begon goed tot aan de galop. Maar dan wordt hij toch al af en toe nog wat sterk. En kan ik hem dan niet heel goed meer houden. Maar even goed, de slangenvolte met drie bogen, die ging eigenlijk wel heel erg goed. Dus er komt steeds meer verbetering in. Dus we gaan er gewoon lekker op dooroefenen. En uiteindelijk hadden we dus 191 punten. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En Sarah heeft dus gefilmd. Dankjewel. Alsjeblieft. Dus we zijn nu weer onderweg naar huis. Dan gaan we Shamir weer lekker op stal zetten. En nog even lekker verwennen met dat voer. Alle spullen opruimen. En dan zijn we alweer klaar. Zo, ik ben weer onderweg naar huis. En ik zou eigenlijk nog even willen vloggen op stal. Maar omdat het regende en ik ook dus nu nog onderweg ben naar de verjaardag van mijn opa. Sluit ik hem dus af hier in de auto. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Geef dan ook zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Bedankt voor het kijken. Doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.